Leende in Nederland en ja, ik klieder heel graag met verf en stofjes en dit is het resultaat ervan. Een nieuwe techniek die ik bedacht heb. Ik verf eerst de stof en ik snij de repen van en ik vlecht het in plaats van dat ik het aan elkaar zet. Dus niks geen patchwork. Het wordt gewoon gevlochten. En na de hand zet ik het met kleine beduursteekjes vast. Quilts die ik gemaakt heb met gekochte lapjes. Ik vind dat kliederen met verf en water, nee, laat mij dat maar doen. Dat vind ik wel het leukste van het hele proces. Ik ben in de loop der jaren wel ook uit-experimenteren toestanden met planten en bloemen. En niet zoals nu is met die ecoprint een beetje een hype is, maar ik probeer echt een complete kleurstof uit de bloemen te halen en daar mijn lappen mee te verven. Mijn katoen laat zich eigenlijk niet zo goed verven door bloemen en planten. Met de zijde en wol is dat wel, dat is over het algemeen wel bekend, maar ik blijf stug doorgaan en alles wat snoeiwerk wat uit de tuin komt gaat eerst de ketel in en dan gaat een lapje in. En er komen hele mooie dingen uit.